Haha, zij is christen. Zij gelooft in God. Welkom bij Geloof, Hoop en Liefde TV. Hallo, mijn naam is Wout Dieringa. En welkom. En Jezus heeft ons een belangrijke opdracht gegeven. Om te vertellen van zijn evangelie. Aan iedereen die het wil horen. En soms is het niet altijd makkelijk om God te erkennen. Omdat je misschien gepest zou worden. Of uitgescholden wordt. En het is ook niet zo moeilijk om daarop te vertrouwen dat God je bijstaat, dat God van je houdt. En dat je in zijn wil te wandelen, valt ook niet mee. Maar shalom. Ja. Shalom. Vriendelijk. Ja, vriendelijk. Joods volk, vriendelijk, hè? Ja. En we hebben wel eens het gevoel dat we het niet zien zitten, maar dat had Jeremia dat ook. Jeremia leefde in 586 voor Christus. Jeremia maakte het ook mee toen hij een kleine jongen was. Maar hij gaf niet op. Door wat mensen zeiden of deden. Laten we eens zien waarom Jeremia voor God zo'n bijzonder persoon was. Ook al zag hij af en toe niet meer zitten. Voordat Jeremia geboren werd, koos God hem uit als profeet. Om de mensen te waarschuwen dat God niet blij met hem was. Weet je wat Jeremia later tegen God zei? Ik weet echt niet wat ik moet zeggen, want ik ben maar een jongen. Wat denk je dat God tegen Jeremia zei? Hij zei vriendelijk, maar duidelijk. Zeg niet dat ik maar een jongen ben, maar je moet gaan naar iedereen naar wie ik je stuur. En alles wat ik je opdraag, moet je zeggen. Wees niet bang. Waarom hoefde hij niet bang te zijn? Ik ben bij je om je te beschermen, zei God. Maar zoals al zeiden, zag Jeremia het toch niet meer zitten. Andere mensen maakten hem belachelijk, omdat hij God diende. Hij zei, ik word de hele dag uitgelachen en belachelijk gemaakt, dus besloot hij ermee te stoppen. Ik zal niet meer over God vertellen en niet meer in zijn naam spreken. Maar stopt hij echt? Jeremia vertelde, in mijn hart was het woord van God als een brandend vuur opgesloten in mijn botten en ik werd moe van het inhouden. Jeremia werd soms bang, maar omdat hij van God hield, kon hij niet stoppen. Laten we eens zien hoe Jeremia beschermd werd, doordat hij voor God niet opgaf. God zei tegen Jeremia dat hij de mensen moest waarschuwen dat Jeruzalem vernietigd zou worden als ze niet zouden ophouden met slechte dingen te doen. Toen Jeremia de waarschuwing gaf, werden de mensen boos en zeiden: deze man verdient de dood. Maar Jeremia smeekte hem om te luisteren naar God. Toen hij zei, als jullie mij doodmaken, weet dan jullie een onschuldige man vermoorden. Want God heeft mij gestuurd om jullie te waarschuwen. Weet je wat er toen gebeurde? De Bijbel vertelt ons dat de leiders en alle andere mensen tegen de priesters en profeten zeiden, deze man verdient niet de doodstraf, want hij heeft in de naam van Adonai, onze God, tegen ons gesproken. Dus
toen Jeremia niet stopte, ook al was hij bang, beschermde God hem. Laten we eens zien en kijken wat er gebeurt met Uria, ook een profeet van God, die heel anders reageert dan Jeremia. De Bijbel vertelt ons dat Uria de mensen met dezelfde woorden als Jeremia moest waarschuwen dat Jeruzalem vernietigd zou worden. Maar weet je wat Uria deed toen de koning Jochaïm boos op hem werd? Hij werd bang en stopte met het doen van Gods wil en vluchtte naar Egypte. Daarom stuurde de koning de mannen op hem af om te zoeken en terug te halen. Dat lukte. Weet je wat er gebeurde? De slechte koning toen deed? Hij doodde Uria met een zwaard. Waarom denk je dat Jeremia wel door God werd beschermd en Uria niet? Jeremia was als Uria bang, maar Jeremia stopte niet met het dienen van God. En hij vluchtte niet. Hij gaf niet op. Wat kunnen wij leren van Jeremia? Soms vinden we het misschien moeilijk om te doen wat God zegt. Maar altijd op hem vertrouwen en naar hem luisteren.